Goedemiddag en welkom bij ons vijfde Sense webinar. Het is even geleden. We hebben ervoor gekozen om onze vakinhoudelijke webinars elke laatste donderdag van de maand te gaan doen. De eerste in deze reeks gaan we nu dus verder starten. Ik neem jullie ook even mee. In die reeks, dus in het vakinhoudelijke traject, gaan we dat maandelijks doen. Er zijn ook vragen voor hele andere onderwerpen. Die gaan we gewoon casual ertussen doorwerken in onze webinaragenda en communiceren daar via de gebruikelijke kanalen over. Vandaag neem ik jullie mee in het onderwerp toezicht en handhaving onder de Omgevingswet. Dat doe ik samen met Meerte van der Werf. Meerte is al lang bij ons adviseur en die zal zichzelf straks helemaal gaan voorstellen. En misschien wel handig om meteen naar het programma te kijken. Die hebben een klein beetje opgedeeld in de introductie. Daarna van waar hebben we het nou over met toezicht en handhaving onder de Omgevingswet. Welke feitelijke veranderingen kunnen we al duiden? Hoe kunnen we ermee spelen? Wat weten we al? Wat kunnen we al implementeren? Je ziet standaard dat de vragenblok aan het eind van ons programma staat. Maar wij worden graag uitgedaagd om de vragen die jullie hebben meteen te beantwoorden. Dus we proberen dat gewoon op die manier op te pakken. Meerte, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Zou je jezelf even voor kunnen stellen? Ja, ik ben Meerte van der Werf. Ik ben 44 jaar, adviseur bij Sense. En ik geef ook trainingen. Mijn passie zit echt wel in het omgevingsrecht in de breedste zin van het woord. Dus zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie. Ik doe ook veel projecten op dit moment op het gebied van omgevingswet. Waarbij met name gekeken wordt van welke veranderingen er nou eigenlijk op ons afkomen, zeg maar, vanuit de huidige situatie naar een toekomstige situatie toe. Ik kom zelf ook uit het werkveld. Ik ben teamleider vergunningen geweest jaren in de gemeente Amstelveen. Ik heb vergunningen zelf ook beoordeeld en verleend als WABO case manager. En ik heb ook toezicht en handhaving gedaan. Dus in die zin veel ervaring ook vanuit de praktijk. En daar heb ik ook wel wat voordelen mee dan natuurlijk in het werk. Mooi, dankjewel. We hebben veel verzoeken gekregen, maar hij kwam ook met name specifiek van jou om dit onderwerp een keer te belichten. Ja. Waarom zit daar nu zo'n druk op? Waarom vind jij het belangrijk om dit eens te belichten in zo'n webinar? Ja, nou ja, je ziet dat als we kijken naar toezicht en handhaving onder de Omgevingswet, dat zeg maar de algemene wet bestuursrecht eigenlijk nauwelijks wijzigt. Maar als je dan kijkt naar specifieke regelgeving, dan zijn er wel degelijk hele belangrijke wijzigingen. Met name ook de grondslagen die wijzigen. Even heel hoog over. We gaan van 26 wetten naar natuurlijk één omgevingswet. Daar hangen we een aantal algemene maatregelen van bestuur onder. Zoals het besluit activiteitenleefomgeving, het besluit bouwwerkenleefomgeving. Nou, dat is het huidige activiteitenbesluit onder andere en bouwbesluit. Natuurlijk wordt bestemmingsplan straks eigenlijk het omgevingsplan. Zeker in het begin krijgen we er dan ook nog gratis een bruidschat bij, waarin allerlei rijksregels staan. Waarin delen van gedecentraliseerde rijksregels komen te staan. En we hebben natuurlijk de knip die nieuw is onder de Omgevingswet. Namelijk het verscheiden eigenlijk tussen een omgevings, zeg maar ruimtelijke vergunning en een technische vergunning. En dat is even hoog over dat grote verschil. Maar ga ik je onderbreken? Ja. Ik hou het graag van plat slaan. Als ik hoor wat je nu vertelt, is eigenlijk de vraag van het handhaven verandert niet. Want het bestuursrechtelijk zie je weinig veranderingen. Is het dan eigenlijk op dezelfde manier handhaven, maar op andere speelborden? Ja, nee, het is echt, de context gaat wel echt heel erg wijzigen. En dat begint eigenlijk al met een van de belangrijkste uitgangspunten wel, dat straks alles vergunningvrij is, tenzij, in plaats van onder de huidige regelgeving alles vergunningplichtig, tenzij. Dat maakt dan ook, in mijn beleving in ieder geval, dat het heel erg belangrijk is om in de ontwikkeling van alle beleidsinstrumenten
de toezichthouders en handhavers te positioneren en ook mee te nemen in die ontwikkelingen, omdat er heel veel kennis zit. Zij kunnen ook beoordelen in hoeverre regels die bedacht worden handhaafbaar zijn. Dus hoe kun je daarmee omgaan? Dus dat is een van de allerbelangrijkste wijzigingen. Misschien kunnen we even naar de volgende sheet. Wat ik dus in ieder geval bepleit, is dat het een ontzettend belangrijke rol is. En dat zien we ook wel een beetje terug in de beleidscyclus onder de omgevingswet. Natuurlijk hadden we nu ook al een VTH-beleid met een Big Eight-cyclus. Dat gaat in principe gewoon ook door onder de omgevingswet. Maar als je kijkt naar gewoon de instrumenten en de ontwikkeling daarvan en monitoring daarvan, dan denk ik wel dat die echt veel en veel belangrijker wordt om dat een sluitende cyclus te laten worden. En daarin dus vooral ook te kijken van wat gebeurt er nou in die uitvoering. Waarbij je bijvoorbeeld regels die je bedacht hebt ook echt gaat toetsen, gaat merken in hoeverre dat werkt. Ja, als een regel niet werkt, moet je hem misschien ook wel aanpassen. Dus daarin hebben ze een hele belangrijke rol. Anderzijds de samenwerking met andere diensten, dus de omgevingsdienst, maar ook met provincie, waterschap, Rijk. Die wordt echt ook wel heel erg belangrijk. En de gemeentelijke toezichthouder heeft dan toch wel de belangrijkste signaalfunctie daarin. Dus realiseer je ook dat je echt een spin in het web gaat worden. Mag ik daar een vraag over stellen? Want als je ook kijkt nu bij gemeentes, heb je vaak ook een losse afdeling toezicht en handhaving. Ja. Je merkt ook dat, misschien zie ik dat verkeerd, hè? We hebben afgesproken dat je me op alles mag corrigeren in deze webinar. Ja. Maar je ziet eigenlijk wel nu dat het beleid en het vergunningsverleningstraject een soort van in de spotlight staat bij een gemeente. En dat het ook een beetje afhankelijk is van wat vinden nou bestuurders, wat is nou het sentiment op dat moment, of het wel of niet gaan handhaven. Ja. Als ik je nu hoor, en je hebt het specifiek over wat ik net in dat plaatje, de rol daarvan, dan is eigenlijk iedereen een soort van diener aan de handhaving om aan de voorkant erover na te denken hoe je dat oppakt. Ja, zeker. Ja, klopt. Kijk, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om regels te bedenken die niet werken. Je moet veel meer gaan vertellen van waar wil je wel regels voor hebben en niet wat je niet geregeld wil hebben. De verantwoordelijkheden komen ook veel meer bij burgers en bedrijven te liggen. Dus daar moeten ze ook op aangesproken worden. En ook dan geldt, net als aan de voorkant, dat je dat benadert vanuit een ja-mits in plaats van nee-tenzij of nee-want. Het is maar net hoe je het benadert. Maar in principe is dat bij toezicht en handhaving niet anders. En die verandering in houding en gedrag, die moet je ook wel echt duidelijk laten doorklinken ook in hoe je verder met elkaar ontwikkelt. En zorg dat er een goed eindproduct komt. Want laten we wel wezen, op 1 januari 2022 hebben we nog niet het eindplaatje. Dan is er nog steeds sprake van een omgevingsplan van rechtswegen voor heel veel gemeenten. Daar hangt een bruidsgat aan vast. Je moet vooral weten van waar staan de regels, hoe pas ik die toe. De zorgplichten die daar ook in terugkomen zijn ook wel een belangrijke verandering. Maar zorg dat je in ieder geval kennis hebt, dat je weet waar je het kan vinden, dat je ermee aan de slag kan. Maar in de ontwikkeling naar uiteindelijk het eindbeeld moet je wel echt vooral jezelf ook als toezichthouder en als handhaver positioneren in de ontwikkeling van de beleidsinstrumenten. Duidelijk beeld. Ik zie al een aantal vragen over die rollen binnenkomen. Ik zal één vraag maar meteen stellen. Als we het hebben over toezicht en handhaving, zie ik iemand de vraag stellen: hebben we het hier alleen over de juristen of hebben we het over het totale scala aan toezicht, handhaving en de medewerkerspraat? Ja, ik denk het totale spectrum. Want nogmaals, toezichthouders, de huidige toezichthouders, hebben gewoon heel veel kennis van een gemeente. Die kennis moet je gewoon gebruiken. Daar waar je keuzes gaat maken om bijvoorbeeld wel of niet in een omgevingsplan regels op te nemen over, ik noem maar wat, de staat van open erven en terreinen. Een van de onderdelen die nu in de bruidsgat komt vanuit het bouwbesluit. En straks een lokale afweging wordt of je dat al of niet in je bestemmingsplan wilt toepassen. Daar kan denk ik een toezichthouder die veel buiten komt echt veel input leveren, waardevolle input leveren om dat lokale maatwerk dan ook daadwerkelijk vorm te geven.
en regels toe te passen die ook daadwerkelijk werken. Vraag die al een paar keer ook voor deze webinar binnengekomen is, maar ik zie hem nu ook weer binnenkomen. We gaan zo de vraag van Peter doen. Eerst nog even de andere vraag. Zou het mogelijk zijn dat nu met het corona ook richtlijnen als anderhalve meter maatschappij terug gaan komen in de omgevingswet? Ten dele. Laat ik het zo zeggen. Je kunt natuurlijk verwachten dat bijvoorbeeld bij de inrichting van een terras, iets wat misschien wel fysieke leefomgeving is, dat daar misschien dat best zou kunnen spelen. Ik denk wel dat noodverordeningen, dat moeten we eigenlijk niet te veel nu een soort standaard zien onder een omgevingswet, want dat is het natuurlijk gewoon niet. We zitten in een bijzondere situatie. Er komt wel een duidelijkere scheiding tussen wat is openbare orde en wat is uiteindelijk fysieke leefomgeving. Hartstikke mooi. De vraag die we, voordat ik wil naar wat verandert er nou feitelijk, kregen we een vraag van Peter. Wat is integraal toezicht? Ja, nou, dat is een leuke vraag. Integraal lijkt alsof je dan dus ook overal alles maar van moet weten. Hè? Dus dat je ook inhoudelijk overal maar van op de hoogte bent. Maar dat kan natuurlijk niet. Niet alles kan in één persoon zitten. Dus de samenwerking met andere overheidsinstanties of bijvoorbeeld een veiligheidsregio, maar ook omgevingsdiensten, die wordt wel echt heel erg belangrijk om dat integrale toezicht te gaan vormgeven. En integraal toezicht is in mijn optiek dan echt iets waarin je dus samenkomt met elkaar en met elkaar optrekt. En niet zozeer het allemaal bij één persoon onder moet brengen. Er zijn gewoon specialismen en mensen moeten die specialismen ook gewoon lekker kunnen blijven uitvoeren. Gebruik mensen gewoon vooral waar ze goed in zijn. Maar zoek wel je partners op. Voordat we naar de praktische invulling gaan. Dit is ook een beetje het leuke, dit waardeer ik. Ik krijg sowieso nog wat andere positieve geluiden binnen. Komen we zo op. Iemand anders vraagt, gaat het om bouwtoezichthouders of de algemene toezichthouders, stadstoezichten? Nou denk ik dat het misschien wel een heel ander antwoord is. Nee, dat valt wel mee denk ik. Ik denk dat, ik ga er dan... kijk, daar waar nu bijvoorbeeld, dat is misschien even een gek voorbeeldje, in een APV staat dat je niet mag wilplassen, dan is dat vooral bedoeld om iemand een boete op te leggen als dat wel gebeurt. Maar stel nou dat iemand staat wild te plassen tegen een monumentale boom en je wil die monumentale boom beschermen, dan zou dat in theorie, een beetje gek voorbeeld, maar in een omgevingsplan terecht kunnen komen en dan ga je handhaven op basis van een omgevingsplan. Dat zou ook kunnen door een BOA, alleen moet hij dat wel vanuit een bestuursrechtelijke insteek dan. Wat ik eigenlijk dacht is, er zit natuurlijk ook in die omgeving heel veel milieu. Ja. Dus, ik ben blij Annemiek dat je dat brugje voor me maakt, want zij geeft ook heel netjes aan. Kunt u iets vertellen over de basistaken, dit in verband met het integrale toezicht? Ja. Ja, daar gaat wel wat in veranderen. Dat betekent dus ook dat daarover in een gesprek moet worden aangegaan met de omgevingsdiensten. Basistaakpakket is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Daar wordt nog aan gewerkt, welke dan in feite overblijven. Maar er komen wel heel veel milieuregels naar gemeenten toe in de bruidschat, waarover je zelf dan een afweging moet gaan maken of je die al of niet in een omgevingsplan wil opnemen. Ja, en dat heeft dan inderdaad natuurlijk ook consequenties voor de taakverdeling. Ga je dat zelf uiteindelijk uitvoeren, waarbij je natuurlijk ook oog moet hebben voor je kritieke massa en je kwaliteitscriteria. Of ga je het toch laten uitvoeren door een omgevingsdienst. Maar als een omgevingsdienst het blijft uitvoeren, dan bestaat ook de kans dat zij toch wel heel graag, eigenlijk niet in de geest van de omgevingswet, naar uniforme regels willen streven. Want dat is, als je voor meerdere gemeenten moet samenwerken, is dat gewoon een stuk efficiënter. Dus dat snap ik op zich vanuit de optiek van de omgevingsdiensten wel, maar het is niet helemaal in de geest van de omgevingswet. En daar is het juist de bedoeling die lokale afweging wel te laten doorklinken in je omgevingsplan. Hartstikke mooi. Nogmaals, dit is echt heel leuk. Er komen nog wat vragen binnen en dan gaan we daarna echt naar die praktische invulling. We krijgen nog een vraag van Dominique. Signaaltoezicht en projectmatige controles op het gebied van ruimtelijke ordening zijn nu vaak ondergeschikt aan de technische controle van de bouwprojecten. Hoe voorkomen we, zeker in het licht van de
overdracht van een deel van de technische toets en de private kwaliteitsborgen, dat hier straks onvoldoende tijd budget voor is. Ja. Ja, nou ja, dat begint natuurlijk met weten waar je straks nog wel van bent. En waar de bevoegdheden liggen ten aanzien van andere taken. En de samenwerking met je ketenpartners. En dat vooral ook doen in het kader van bijvoorbeeld integraal VTH-beleid. Dat zal herijkt moeten worden. Inderdaad, het wordt in die zin wel anders. Voor een heel groot deel gaat er inderdaad van de techniek naar de marktpartijen toe. Maar je bent nog steeds wel van de handhaving. Dus in die zin moet je er nog steeds oog voor blijven houden. Dat op het moment dat het misgaat, dat je dan wel geregeld hebt dat je ook technisch handhaven nog steeds kan blijven doen. Ook daar weer rekening houdend met maak je voldoende vlieguren, heb je voldoende kennis in huis en dat soort zaken allemaal. Dus het kan best zijn dat je die technische handhaving ook extern moet gaan organiseren met partijen die dat namens jou kunnen beoordelen. En Dominique, wat denk ik ook belangrijk is in de vraag die je stelt. We hebben ook een aantal andere webinars ook over de WKB gegeven, maar ook over het VTH-traject. Je zal je bestuurders en je hele omveld mee moeten nemen dat er echt wat gaat veranderen. En nu al die gesprekken aangaan van wat zetten we nou in het nieuwe VTH-beleidsplan? Waar gaan we een vergunningsverlening naar kijken? Waar gaan we toezicht en handhaving aandacht aan besteden? Wetende ook, gaan we nu verder niet op in, dat niet alles meer gedekt wordt door leesjes of andere trajecten. Dus je zal principiële discussies moeten gaan voeren van waar zijn we nog van? Wat willen we als gemeente oppakken? Dus neem dat mee als ambassadeur van de nieuwe wet en regelgeving in je organisatie, want dan kan je het gesprek aan. Ja, waarbij ik nog één aanvulling zou willen doen, want het ligt in de lijn der verwachting dat op den duur het aantal vergunningplichten misschien wel afneemt en daardoor leesjesinkomsten ook teruglopen. En dat zou dan gevolgen kunnen hebben natuurlijk voor de uitvoering in het kader van toezicht en handhaving. Hè, zodat je dan minder te besteden hebt om dat te doen. Maar ik zeg altijd van ja, je moet eigenlijk wel zorgen dat je voldoende toezicht houdt en handhaaft. Om te voorkomen dat je uiteindelijk veel hogere kosten gaat krijgen in het steeds maar weer moeten bijstellen van je plannen. Van je bijvoorbeeld omgevingsplan. Het kan juist echt enorm duur worden als je niet handhaaft. Daar ben ik 100% van overtuigd. Nou, denk ik dat de regisseur ons aan het helpen is. Want ik kreeg een vraag van Sylvia Zandman of de vraag ook openbaar kunnen zijn. In principe hebben we dat nooit gedaan. Omdat we dan ook nog heel even kunnen kijken of we er soms nog wat tekst bij kunnen doen. Maar volgens mij hebben we deze service op dit moment verricht. De vragen die via de chat binnenkomen proberen we ook zo goed mogelijk te publiceren. Hoop hiermee voldoende geholpen te hebben. Dan hebben we en daarna gaan we echt meer te hebben. We proberen die kaps op, maar ik had je een beetje beloofd, het kan alle kanten op gaan. Normaal ligt dat aan mij, maar nu kan ik gelukkig ook wat anderen de schuld geven. We hebben ook nog een vraag van Bob Vroom. Handhaving zal toch enorm afnemen in regelvrije gemeenten, waar zowat alles vergunningsvrij wordt gemaakt. Ja, nou ja, dat zo zou je kunnen redeneren, maar ik denk dat dat toch niet helemaal het geval is. Kijk, als je helemaal geen regels meer hebt, hoef je geen toezicht te houden en geen handhaving te doen. Dus dan heb je ook geen algemene regels. Maar op algemene regels moet je ook toezicht houden en handhaven, hè, als die niet nageleefd worden. Dat is nu natuurlijk eigenlijk ook niet anders. Neem het vergunningvrij bouwen. Als mensen zich daar niet aan houden, moet je daar ook gewoon op handhaven. Dat zal onder de omgevingswet niet anders worden. Ja, er zullen misschien minder vergunningplichtige activiteiten zijn, waar inderdaad dus ook minder inkomsten tegenover staan. Maar uiteindelijk zal je het toezicht en de handhaving bij excessen toch nog steeds gewoon moeten vormgeven. Mooi, ik krijg wat vragen binnen, maar die wachten we nog even op, want misschien dat diegene nog... die laten we gaan. We gaan nu gewoon, ik ga mijn belofte waarmaken, Meerte. Ja.
wat verandert er nou echt? Ja, nou ja, als we kijken naar de praktische veranderingen, dan is dit nog steeds echt geen uitputtend lijstje wat we nu laten zien. Maar kijk je naar het heden, dan hebben we best wel heel veel landelijk vastgestelde regels. Hè. Denk aan het activiteitenbesluit. Maar straks krijg je dus via de bruidschat heel veel lokaal maatwerk. Nou, dan kun je je afvragen, is dat dan wel slim? Hè? Want dat lokale maatwerk, dat betekent dat dan als je in wijk X staat, dat de regels heel anders kunnen zijn dan dat je in wijk Y staat. Ja, dat is zo. Maar als je het op een goede manier vormgeeft en ook ontsluit je regels via onder andere het DSO, dan zou je in mijn optiek met digitaal toezicht ook gewoon buiten kunnen doorklikken op kaarten waarin je moet zien wat kunnen zien in één oogopslag welke regels waar van toepassing zijn. Dat klinkt wat futuristisch allemaal, maar dat is wel een beetje denk ik de nieuwe manier van werken. Ja, dus dat je inderdaad op locatie gewoon moet kunnen zien welke regels daar dan op dat moment van toepassing zijn. Kijken we naar milieu, dan gaat er natuurlijk ook behoorlijk veel veranderen. Hè. Het begrip inrichting komt te vervallen. Straks hebben we het alleen nog maar over milieubelastende activiteiten. En daar waar binnen één inrichting er nu misschien wel meerdere partijen kunnen zijn die allemaal activiteiten ontplooien en zich aan de regels moeten houden, kan je straks ineens met heel veel verschillende partijen te maken krijgen die misschien wel 2, 3, 4 verschillende milieubelastende activiteiten ontplooien. Dus dat is best wel een omschakeling. Kijken we naar handhaving op basis van bestemmingsplan en APV, dan zien we dat straks heel veel handhaving zal gaan plaatsvinden op basis van een omgevingsplan. Dat kunnen algemene regels zijn, dat kunnen meldingplichtige regels zijn of regels misschien om een informatieplicht, maar ook de gewone vergunningplicht. Ja, en het aanschrijven zal dan ook wel vooral veel beginnen met u heeft iets gedaan zonder een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Dat zal dan een beetje de grote verandering zijn. Ja, preventief bouwplannen beoordelen op technische toetsing, dat vervalt natuurlijk ook voor een groot deel. Dit, nou, nogmaals, het is geen WKB-webinar, maar wel belangrijk om te adresseren, omdat we nou eenmaal met de knip te maken krijgen. Ja, dus voor een belangrijk deel heb je straks alleen nog maar repressief toezicht en handhaving op het gebied van de techniek. De omgevingswet, omgevingsdienst die nu heel veel taken uitvoert. Nou, de gemeente kan straks ervoor kiezen dat bij een omgevingsdienst te laten, maar kan ook kiezen dat zelf aan te gaan uitvoeren. Ik onderbreek je even, ik krijg een terechte vraag. De omgevingsdienst voert uit activiteitenbesluit graag wat toelichten. Ja, nou ja, dat heeft dan te maken met het basistakenpakket. Hè. Dus daar waar de omgevingsdiensten de basistaken sowieso moeten uitvoeren, kan een gemeente er natuurlijk ook nog voor kiezen om een aantal milieugerelateerde taken onder te brengen. Dat is nu ook al zo. Dat zal straks alleen in de verdeling wel iets anders zijn. Ik denk dat gemeenten veel meer de keuze krijgen of je dat wel bij een omgevingsdienst wil laten. Bij andere marktpartijen of zelf willen. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat er misschien wel weer wat milieukennis terug gaat komen richting gemeentes. Ja, ja, zeker. En dat gaat dan met name om de wat kleinere bedrijfsmatige activiteiten, zoals bijvoorbeeld horeca, evenementen, dat soort zaken allemaal. Waarbij geluidnormen bijvoorbeeld nageleefd moeten worden. Dat zijn zaken die bij gemeenten komen te liggen. Dus dan hebben we het specifiek, want dat is ook een vraag die ik net via mijn e-mail binnenkreeg. Maar dan hebben we het dus specifiek over het toezicht en handhaven. Dus we hebben het over de mensen die op dat geluid namens de gemeente toezicht gaan. Ja, klopt. Voorzie je dan ook dat je veel, we hebben het net over integraal toezicht gehad. Dat zijn de mensen bij elkaar en bijna misschien wel handhavingsteams die soms dingen oppakken. Voorzie je ook een meer multidisciplinaire toezichthouder? Ja, ik denk in zekere zin wel. Ik moet wel zeggen dat het over het algemeen wel gaat om milieutaken die in mijn optiek redelijk goed te begrijpen zijn. Ook als je niet per definitie een milieuachtergrond hebt. Kijk, als je echt specialistische kennis nodig hebt om bepaalde metingen uit te voeren en dat soort zaken allemaal, ja, dan zal je toch misschien wel weer gauw bij een omgevingsdienst uitkomen.
Nou ja, je zou eens kunnen nadenken of je dan op dat moment dat soort activiteiten wil inkopen. Gewoon situationeel, of dat je zegt nee, we gaan het toch structureel onderbrengen. We hebben blijkbaar een klein beetje onduidelijkheid veroorzaakt of de basistaken niet meer verplicht zijn. Ja, zeker wel. De basistaken zijn nog steeds verplicht straks onder te brengen bij een omgevingsdienst. Dat geldt voor ons, dat geldt voor de provincie ook. Dus met andere woorden, ja, dat moet nog steeds bij een omgevingsdienst worden ondergebracht. Alleen het worden er wel minder. Het zullen andere basistaken gaan worden. Duidelijk. Ik ga je niet meer te veel af. Nou ja, verder vaste beoordelingskaders zoals we die nu al kennen, worden straks toch wat meer in algemene zorgplichten opgenomen. Dus een algemene zorgplicht, een algemeen verbod komt onder de omgevingswet. Maar ook een aantal specifieke zorgplichten in het kader van het besluit bouwwerk en leefomgeving en het besluit activiteiten leefomgeving. En onder het huidige activiteitenbesluit was er ook wel al sprake van zorgplicht, of de wet milieu weer, maar en daar zien we ook wel dat er ook onder de huidige regelgeving best mee gestoeid werd. Het zal straks best nog wel een veel uitzoekwerk zijn en proeven hoe je daar nou precies mee om moet gaan. Er is nog veel onduidelijkheid over die zorgplichten wat dat betreft. Nou, en een belangrijke wijziging vind ik in houding en gedrag is dat ook buiten toch echt wel het principe van ja, mits de boventoon gaat voeren. En natuurlijk zijn er dan nog steeds dingen die niet kunnen en die ook hard willen moeten aanpakken. Maar er zijn ook wel een hoop initiatieven waarbij mensen misschien te goede trouw hebben gehandeld. En het initiatief vooral centraal moet staan en niet zozeer de overtreding. Ja, de klant staat centraal. We krijgen nog even een vraag van huishoudelijke aard binnen. Wordt de webinar opgenomen zodat we deze kunnen terugkijken? Ja, wees helemaal waarachtig. Na elke webinar wordt er op een gegeven moment een link geplaatst waarbij die teruggekeken kan worden. Ja. Als je dan nu weet wat er feitelijk verandert, dan hoor ik je toch ook wel zeggen dat er heel veel lokale invulling is. Ja. Is er iets wat jij nu zou zeggen van, nou jongens, het is lokaal. Jij bent al een aantal dingen ook aan de omgevingswet aan het oefenen. Je bent in Capelle aan de IJssel ook met botsproeven bezig. Om gewoon eens te kijken van hoe ziet dat proces in de toekomst eruit. Hoe zou dat huidige proces er nou een soort van tegenaan clashen. Ja. Welke tips zou jij mensen meegeven? Ja, nou ja, de belangrijkste tip is toch wel echt positioneer je ook bij de beleidsontwikkeling. Hè. Zorg dat je meedoet en zorg dat je als toezichthouder, handhaver je kennis deelt. Dat is heel belangrijk. Wat ik ook heel erg van harte kan aanbevelen is waar de VNG nu veel mee bezig is met het in kaart brengen van de structurele financiële effecten. Ga daar ook wel met de VNG ook aan de slag. Want ook elke keuze heeft natuurlijk gevolgen en wat terecht natuurlijk al wordt opgemerkt, zal er misschien wel meer druk op komen te liggen bij toezicht en handhaving. En dat heeft ook financiële gevolgen, dus dat moet je ook in kaart brengen. Wat voor effect heeft een bepaalde keuze? Wel moet er natuurlijk worden uitgekeken dat dan niet de financiële kant straks leidend wordt voor bepaalde keuzes. Dat zou de uitgangspunten van de omgevingswet ondermijnen. Maar het is wel een goed idee om daar serieus naar te kijken en met je bestuurder vooral over in gesprek te gaan. Dus laat vooral beleidsmakers niet allerlei dingen voor je bepalen en dat je dan achteraf erachter komt dat je helemaal niet de tijd en de energie erin mag en kan steken. Dat is eigenlijk vooral de belangrijkste tip. We krijgen een vraag van de ene Tegelaar. In hoeverre zal een beroep op het vertrouwensbeginsel mogelijk zijn nadat een initiatiefnemer te goede trouw heeft gehandeld op basis van de uitkomst van de vergunningscheck, maar door de toezichthouder een overtreding wordt geconstateerd? Ja, ik denk dat niet heel veel anders is dan de huidige vergunningscheck in het omgevingsloket. De uitkomst van zo'n vergunningencheck zal, denk ik, zeker in de beginfase nog steeds veel zijn. Neem contact op met de gemeente. Puur omdat er nog heel veel regels niet helemaal duidelijk zijn, of van de regels niet helemaal duidelijk is hoe gemeenten dat hebben ingericht. Ik denk dat de meeste gemeenten zich zullen richten op de meest voorkomende taken waar een keuze te maken is.
He, dus daar waar je echt zou kunnen kiezen van dit wil ik wel meenemen in een omgevingsplan of niet meenemen in een omgevingsplan, dat zal in die overgangsperiode steeds meer gaan uitkristalliseren en duidelijk worden ook in het DSO. Via onder andere de toepasbare regels. Maar in eerste instantie denk ik dat we nu niet moeten denken dat de wereld er op 1 januari heel erg veel anders uitziet. We hebben van een ODO gaan we naar een DSO en ook daarin zal de check zijn opgenomen zoals we die nu ook kennen. En nogmaals, dan zal er best wel eens uitkomen van neem contact op met de gemeente. Ik wil je daar toch op uitdagen. Ja. Want je geeft aan, er verandert niet zo heel veel. Dat dachten we bij de coronacrisis, dachten we dat ook. Maar wat ik nu, en ik neem hem maar even bewust als voorbeeld. Ik merk, ik heb al een keer gezegd hier dat ik hardloop. Ik zit in wat andere sportdingen. Als er een persconferentie van Mark Rutte is en hij zegt, jongens, jullie mogen vanaf 1 juli weer het terras op, of jullie mogen vanaf 1 juli weer sporten bij een sportvereniging, dan heb ik de volgende dag 25 telefoontjes dat ze allemaal gehoord hebben dat ze weer mogen sporten, maar die 1 juli even gemist hebben en ook gemist hebben dat dat op 1,5 meter is en dat je daarna niet met z'n allen nog kan zonnebaden op het grasveld. Ben je daar bang voor? Dat er toch wel een karikatuurbaan geschapen wordt bij de omgevingswet van alles mag, het wordt zoveel vergunningsvrij, dat je dat heel veel mensen gewoon denken, weet je, ik mag gewoon bouwen, want de omgevingswet, ik heb mijn buurman even gebeld, die zegt, lekker schuurtje, zet hem in je tuin. Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele terechte vraag is. Juist omdat er steeds meer onder algemene regels kan komen te vallen, als die keuze wordt gemaakt, is denk ik ook wel heel erg belangrijk om aan preventie te doen. Dat zou natuurlijk vormgegeven kunnen worden door middel van een hele stevige communicatie op trajecten op dit soort vraagstukken. Dus zeg dan niet alleen maar van u kunt bij het DSO een vergunningencheck doen, maar ga ook gewoon actief inwoners en bedrijven informeren over welke keuzes je maakt en welke consequenties die keuzes dan hebben. Dus zorg dat je daarover echt mensen goed informeert. Daar ben ik wel, dus dat heeft ook een preventieve werking. Dus een geïnformeerd vertrouwen zou je het kunnen noemen. U krijgt het vertrouwen, u mag dit doen onder die en die voorwaarden, maar zo doet u dat niet, dan zou dit er kunnen gebeuren. Dus dat soort communicatietrajecten denk ik wel dat heel belangrijk zijn en preventief kunnen werken. Ja. Is dat dan ook een rol van die toezichthouder, hoor ik je eigenlijk zeggen, en ik weet dat ik altijd alles een beetje meteen in het enthousiaste trek, maar zou je eigenlijk dus nu al je toezichthouders al helemaal moeten trainen wat die omgevingswet is, zodat zij buiten eigenlijk al als een soort van prediker kunnen aangeven, dit is wat er op je afkomt? Ja, met dat verschil dat het denk ik wel een soort ja, hybride systeem is, om het maar even zo te noemen. 1 januari 2022, dan is de wereld ten dele veranderd, nog niet helemaal. Maar gaandeweg naar een eindproduct ergens in, voorlopig nog even 1 januari 2029. In die overgangsperiode gaan er steeds meer dingen veranderen. En daar moet je je als toezichthouder, handhaver wel mee bemoeien en mee bezig blijven houden om te begrijpen welke keuzes zijn gemaakt en hoe je die inderdaad daadwerkelijk kunt uitleggen. Het is denk ik te eenvoudig om gewoon nieuwe regels maar over een organisatie heen uit te rollen en te zeggen oké, dit is het pakketje, doe het er maar mee. Dat is gewoon niet, denk ik, niet de juiste manier van aanpak. Je zal echt wel met elkaar in gesprek moeten over waarom keuzes zijn gemaakt. En daar ook dan naar gaan handelen. En natuurlijk blijven monitoren dat die regel ook in alle gevallen werkt. Er zullen best wel situaties zijn waarin het niet werkt. En dan zul je niet meteen in een regelstand moeten gaan schieten. Maar moeten kijken in hoeverre je aanvullende eisen nodig hebt voor bijvoorbeeld die specifieke uitzonderingen. Je geeft een paar keer aan van ten dele kan je al in 2022 aan de gang.
daarmee bedoel je, want ik heb echt wel een soort van geprobeerd actief te luisteren, dat er natuurlijk een aantal faseringen zitten in de implementatie van de omgevingswet. Ja. Maar is het hele pad, is het wetgevingstraject wat je moet doen met toezicht en handhaving, is het al helder of zitten daar nog onduidelijkheden in? En de reden waarom ik het vraag is, zouden we nu al de tip kunnen geven, ga gewoon je handhavingsproces implementeren of moet je nog wachten omdat er nog wel een aantal onduidelijkheden zijn en we op wetgeving of wat dan ook wachten? Ja, nee, er zijn wel wat onduidelijkheden nog, bijvoorbeeld over dat basistakenpakket. Nogmaals, daar wordt aan gewerkt. Maar je moet wel aan de slag. Hè. Je moet aan de slag natuurlijk met de instrumenten. Je moet aan de slag met de voorbereiding van je organisatie op het kunnen werken onder de omgevingswet. Je ziet dat de 27 punten van de VNG als minimale eis, zeg maar, vooral gaan over vergunningverlening, meldingen kunnen ontvangen en dat soort zaken. Dus eigenlijk vooral de voorkant. Dat is op zich logisch. Je moet het kunnen ontvangen en dan vervolgens gaan beoordelen en behandelen. Maar uiteindelijk zul je ook gewoon op 1 januari 2022 moeten kunnen toezicht houden en kunnen handhaven. Dus dat proces moet je ingericht hebben en je moet de afspraken met je ketenpartners hebben gemaakt. En weten waar je dan op dat moment van bent en waar kan je het vinden ook. Nee, het is te simplistisch om te zeggen van alles is al gereed en we kunnen aan de slag. Dat is het niet. Je moet echt nog wel heel veel doen voor die tijd. Ik kan wel zeggen dat er ook heel veel beschikbaar is. Hè. Dus kijk naar Gemma-processen. Kijk naar de VNG die ook allerlei speedbriefjes ook en dat soort zaken maakt. Noem maar op. Er is veel beschikbaar om je al in te gaan lezen en in te leven ook. Maar doe het wel samen als organisatie. Helder. We krijgen nog niet echt een vraag, maar een soort van boodschap mee van ja eens, maar gaan we eens met makelaars, architecten, bouwmarkten de regels doornemen. Ja, dat is in het kader van de beleidsontwikkeling, hè, dus bijvoorbeeld het ontwikkelen van omgevingsplannen, de keuzes die je daarin maakt, noemen we nu een aantal partijen die daar inderdaad iets van zouden kunnen vinden. Het kan zelfs nog even specifieker zelfs. Ik zou dat misschien even kunnen toelichten aan de hand van een casusje. Dan gaan we al naar de casus. Dat is misschien wel even goed om dat even te illustreren ook. Iedereen ziet het nu wel, ja. Maar ik neem jullie een klein beetje mee in af en toe mijn persoonlijke frustraties als webinar host. Ook ik heb het gemist op een terrasje te zitten in het zonnetje en een kleine gin tonic te drinken. Maar in de hele presentatie staat al een kwartier lang deze foto van een terras voor om naar te kijken. Dus dat was voor mij redelijk lastig, ja. Maar we gaan eindelijk naar de casus. Ja, precies. Ja. Kijk je nou bijvoorbeeld naar de handhaving van een terras. Dan krijg je op 1 januari krijg je gewoon een set regels mee. En je hebt nog steeds een APV en is er eigenlijk op 1 januari 2022 nog niet direct iets veranderd. En ga je nog steeds wel naar buiten, behalve dan natuurlijk dat je moet kijken waar de regels staan. Maar op enig moment moet je een keuze gaan maken over hoe je bijvoorbeeld dit terras nu wil gaan vergunnen. Stel dat dit nu zal misschien een gemeente een exploitatievergunning horeca kennen op basis van de APV, waarin eigenlijk de volledige inrichting en alle eisen die erop van toepassing zijn worden geregeld. En dan heb je natuurlijk ook het activiteitenbesluit, want het terras behoort misschien wel tot de inrichting en gelden er ook een aantal milieueisen. Nou, in die nieuwe regelgeving krijg je als gemeente de mogelijkheid om bijvoorbeeld op het gebied van geluid zelf de afweging te gaan maken welke normen je op dit terras zou willen toestaan. Dat zal natuurlijk afhangen van de situatie. Hè. Zit je in een bewoond gebied, zit je in een heel ander gebied waar bijna geen bewoning aanwezig is. Mensen weinig overlast ervaren. Op de ene locatie moet je wat strenger zijn, op de andere locatie misschien wel wat soepeler. Maar uiteindelijk is ook nog de vraag van ga je dat, want het geluid is dan echt wel een beetje fysieke leefomgeving. Zal dus niet echt meer een onderdeel uitmaken van de APV. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar incidentele festiviteiten, ik noem maar wat.
Maar dat ga je dan regelen in een omgevingsplan. Nou, en daar kan die differentiatie dan ook in gaan ontstaan. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de inrichting van het terras. Nou, is dat nou fysieke leefomgeving of is dat toch de exploitatie, hoe je exploiteert? Dus dat zijn ook afwegingen die je daarin kan gaan maken. Nou, daarin kan met name ook een toezichthouder en een handhaver heel veel waarde toevoegend zijn. Want die weet hoe dit goed te handhaven is. En welke dan welke aspecten vooral gaan over openbare orde en veiligheid. En andere gaan over die fysieke leefomgeving. Dus dat onderscheid is ook gewoon goed te maken met onder andere je BOA's en onder andere je toezichthouders die nu het fysieke toezicht doen. Helder. Waar we het wel eens over hadden, oh, er komt een vraag binnen die ik niet zo goed kan. Nog een keer van Dominique, dankjewel. Kan je met de gemeentelijke normen soepeler zijn dan een landelijke norm of alleen strenger? Nou, op bepaalde thema's zitten er wel bandbreedtes in. Dus daar kun je inderdaad mee spelen. Dat is een beetje wat vanuit het programma aan de slag met de omgevingswet ook wordt aangegeven met van die... infographics moet ik zeggen, met de schuifjes. Hè? Dus dat je inderdaad in het ene gebied iets minder geluid, iets meer geluid, nou ja, dat soort dingen. In zo'n infographic ziet dat er allemaal heel mooi uit, maar je zal daar echt wel een goede afweging in moeten maken. Want je kunt je bijvoorbeeld bij zo'n terras ook wel voorstellen dat als daar inderdaad ook omwonenden zijn, dat de ondernemer snel vindt dat een geluidnorm te hoog is. Maar dat de bewoner misschien, die erboven woont, wel vindt dat het geluid te hoog is. En misschien juist vindt dat het strenger moet. Alle regels in een omgevingsplan zijn in beginsel appellabel. Hè? Dus je kan er tegen in het verweer komen. Je zou zelfs een gemeente kunnen verzoeken om het aan te passen. Dus het is wel heel goed om kritisch te kijken naar hoe ga je met dat soort vragen om. Als daar inderdaad geschillen over gaan ontstaan. Dus ook misschien wel beleidsregels er toch wel aan koppelen van hoe je dat dan uitvoert en ook hoe je omgaat met bijvoorbeeld klachten daarover. Dus dat zijn wel een aantal aspecten die je daarbij moet betrekken. En daardoor zou dan inderdaad, je kunt dus wel differentiatie toepassen. Ja, dat kan op bepaalde thema's, maar wel binnen een bepaalde bandbreedte. Ja. Om het maar nog iets, zou je handhaven dan ook eigenlijk kunnen vervangen door proactieve stimulatie aan de voorkant? En dan nog maar nog extremer, we zijn al gemeentes aan het helpen met omgevingstafels, vergunningentafels. En misschien dat mensen daar antwoord op kunnen geven, worden daar toezicht en handhavers ook al bij uitgenodigd? En is het misschien... jij hebt ook nog een project in Hellevoetsluis. Een paar jaar geleden hebben we bij Hellevoetsluis samen met de DCMR ook wel eens geprobeerd om bij een aanvraag, alvast iemand van milieu, naast de intake manager te houden. Slaat dan door of zou je dat misschien nog... Nee, ik denk dat het niet heel reëel is. Je ziet wel dat het accent nu op dit moment echt wel op de voorkant ligt. Hè? Dus de aanvraagkant, de vooroverlegkant. Via omgevingstafel, intaktafel of anderszins. Dus dat zie je nu wel gebeuren. En ik denk ook dat dat op zich wel logisch is. Omdat dat uiteindelijk wel het eerste is waar je op 1 januari mee geconfronteerd wordt. Met die nieuwe werkwijze. Maar als het gaat om dat geïnformeerd vertrouwen. Dan denk ik wel dat het heel goed zou zijn om na een besluit. Misschien wel een gesprek met een vergunninghouder aan te gaan. Om dan uit te leggen van ja, wat betekent dit nou en waar gaan wij dan op toezien? Dat is dat stukje in geïnformeerd vertrouwen wat mij betreft. Hè. We geven u het vertrouwen om dit op deze manier te gaan doen. Maar bij een scheve schaats komen wij wel om de hoek kijken. Dus dat is denk ik waar wel in geïnvesteerd zou kunnen worden. Ja, absoluut. Ik heb nog niet heel erg gezegd in de praktijk meegemaakt, dat niet. Ik vind hem, hij is wel zeker de moeite waard om over na te denken. Ja. Nou, en dan is dat deze denk ik ook. De vraag van Peter, dankjewel. De VNG spreekt in hun toezicht- en handhavingsprocesmodel over de toezicht- en handhavingscoördinator. Hoe zien wij dat? Ja, ik denk dat dat een beetje afhangt van de complexiteit van de gemeente. Ik denk dat dat niet een uniforme keuze is. De ene gemeente is gewoon complexer dan de andere. Ik heb in het prachtige Zaanstad mogen werken. Daar is veel industrie.
snelwegen, veel monumenten. Dus dat is best wel een hele complexe omgeving. En in die situatie zou ik me absoluut kunnen voorstellen dat je daar een coördinatie op hebt. Zeker als je met meerdere partijen te maken hebt. Maar in wat ja, misschien eenvoudigere omgeving, waarin dat minder aan de orde is, denk ik dat dat niet per definitie noodzakelijk is. Dus kijk vooral goed naar je gebied. Waar krijg je mee te maken? Met welke complexiteit? En zet daar dan op in. En dat, ja, dat zou dan kunnen leiden tot de keuze voor een toezichtcoördinator. Ik ga je verrassen. We hebben ooit, heeft een van onze collega's, volgens mij zelfs twee keer bij een gemeente, echt een hele workshop, een mooie dagen georganiseerd met het thema de handhaven van de toekomst. Ja. Dat ging niet alleen om wet en regelgeving, maar ook van hoe spreek je mensen aan, hoe pak je dat nou op. Zonder daar een waardeorde aan te hangen. Als ik jou nou uitdaag om in 1-2 zinnen, hoe ziet nou jouw toezicht en handhaven van de toekomst eruit? Ja, dat is dat. Oké. Okay. Dat is inderdaad een leuke vraag. Ja. Nou, mijn toezichthouder, handhaver van de toekomst, is er toch wel eentje die wel de rugdekking krijgt en heeft van bestuur op zaken die echt noodzakelijkerwijs aangepakt moeten worden. Dus dat je ook echt wel door kan en mag pakken en dat je je niet angstig hoeft te voelen. Van gaat dit allemaal wel goed? Dus weet gewoon heel duidelijk welke aspecten gewoon stevig aangepakt mogen worden. Maar ik zeker ook als je dat een relatie legt met de zorgplichten, ook wel iemand die meedenkt en in oplossingen zoekt. Hè, dus naar oplossingen zoekt samen met de omgeving en de, in casu de overtreder. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook wel een beetje ervan overtuigd dat dat onder de huidige regelgeving ook al gebeurt. Dus ik ben niet zo pessimistisch over de rol van toezichthouders en handhavers in het hier en nu. Ik denk dat dat zelfs erg onderschat wordt door veel collega's. En dus ik, wat dat betreft wil ik ook wel een lans breken voor toezichthouders en handhavers. Dat er in mijn optiek gewoon echt wel hele goede, capabele mensen vaak zitten. Die best wel in staat zullen zijn dat ook onder de omgevingswet te doen, maar misschien nog net een stapje meer. En daarin zou misschien kunnen helpen, waar ik ook toch wel een beetje een passie voor heb, omdat ik er ook aan mee heb gedaan, is bijvoorbeeld mediationvaardigheden. Ga ook gesprekstechnieken oefenen. Zorg ook dat je op een goede manier met mensen in gesprek komt. Ik weet zeker dat dat gaat helpen. Nou lopen wij alle twee al een tijdje mee en ik heb jou ook wel eens heel boos zien worden als wij een gesprek hadden bij een klant. En die klant zei van mijn toezichthouder, die zit de helft binnen terwijl die 100% buiten moet zitten. Nou, toen heb jij hem op hele mooie wijze uitgelegd waarom die toezichthouder misschien ook wel heel veel redenen had om ook binnen nog een aantal zaken te doen en dat het belangrijk is om je goed voor te bereiden als je naar buiten gaat. Maar eigenlijk gaat dat, als ik jou hoor, misschien nog wel op. Maar dan wil je de toezichthouder nog steeds voor een aantal procenten binnen hebben om mee te denken, om de kaders te zetten, zodat hij zich ook veilig buiten voelt. Ja, zeker. Kijk, op zich ben ik het in de basis niet oneens met het feit dat je natuurlijk zoveel mogelijk buiten wil zijn. Ik denk ook dat toezichthouders daar ook zelf wel zo over denken en handhavers. Maar goed, je hebt ook juridische handhavers die bijvoorbeeld juist die administratieve juridische kant weer voor hun rekening kunnen nemen. Het is maar net hoe je dat georganiseerd hebt in je gemeente. Dus kijk ook wat goed werkt. Behoud dat gewoon en kijk waar de knelpunten zitten en ga daarmee aan de slag. Ik ben wel van mening dat een toezichthouder beter zijn werk kan doen, een handhaver ook beter zijn werk kan doen als die beslagen ten ijs komt. En ja, daar is ook onderzoek voor nodig. En dan moet je ook gewoon intern wel eens even heel diep in de materie duiken. Dus ja, dat vind ik in die zin nog wel eens een ondergeschoven kindje. Want aan de kant van de vergunningverlener verwachten we dat wel, dat iedereen alles maar weet. En integraal als een vanuit een helikopterview het case manager kan. En dus ook vanuit de inhoud daar met verschillende adviezen één geheel van kan maken. Maar bij toezichthouders praten we daar eigenlijk niet echt veel over. Tenminste, dat is mijn ervaring.
En ik vind dat dat wel zou moeten. Je moet echt wel met elkaar in gesprek over hoe zorg je ook dat een toezichtszaak als een case wordt gezien waarin meerdere partijen belangen hebben. Daar word je denk ik in gesteund door een opmerking die nog binnenkomt. En ik denk dat de toezichthouders goed moet weten waar hij of zij wel of niet van is. Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat dat ook wel een van de basisbeginselen gaat worden van goed kunnen inschatten wie je allemaal moet inschakelen op het moment dat je een overtreding constateert. Het sectoraal denken is echt wel over. Je kan niet alleen maar denken van oké, dit is een overtreding van een bestemmingsplan. Dus we gaan handhaven op het bestemmingsplan. Nee, je hebt misschien ook wel met een bedrijfsmatige activiteit te maken dat dus niet meer gezien wordt als een inrichting. Dan zul je moeten gaan kijken met een omgevingsdienst bijvoorbeeld naar welke milieuactiviteiten worden daar dan ontplooit. Hebben die invloed op de omgeving? En wat zijn daar dan de consequenties van? En dat op een, nou ja, toch integrale wijze met elkaar benaderen. Helder. Is er nog één gouden tip die je mensen mee wil geven? Ik zou vooral mee willen geven, heb vooral een beetje vertrouwen. We zien toch dat er best wel veel skepsis is ten aanzien van de regelgeving en dat is ook niet raar. Dat geldt niet alleen voor de omgevingswet, dat geldt uiteraard ook voor hoe de WKB uiteindelijk gaat uitpakken. Die skepsis of kritische houding, die is best heel goed. Alleen mijn boodschap is vooral, zet die kritische houding dan ook opbouwend in. In de komende transitieperiode. Ga er ook wat mee doen en roep niet alleen maar, doe mee. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Positioneer jezelf en zorg dat je iets te vertellen hebt. Mooi. Dat heb je nou. Volgens mij hebben we alle vragen ook behandeld. En dan wil ik eigenlijk je heel erg bedanken voor je bijdrage. We zijn een traditie ingegaan dat we iedereen die hier komt een cadeautje geven in de vorm van een fles wijn. Maar dat we dan ook proberen het verhaal een beetje naar die fles wijn toe te praten. Okay. Of andersom. Ja. En ik ken je natuurlijk al, dus ik heb aan de voorkant al wel de verwachting gehad dat je met veel passie over toezicht en handhaving zou praten. Dus ik heb je een Grand Appasso, dus met heel veel passie gemaakte Italiaanse fles wijn voor je meegenomen. Die niet alleen de passie heeft, maar ik weet zeker dat je ook verrast bent door de inhoud. Omdat dat met karakter is zoals jij denk ik hier hebt gepresenteerd. Dus we kunnen hem niet overgeven in die anderhalve meter. Ik zet hem hier even voor je neer. Ik wil jou hartelijk bedanken dat je hier was. Voor alle mensen, want we hebben wel een soort van record te pakken. We hebben heel veel kijkers gehad. Dank je wel daarvoor. Bedankt ook voor de vragen. Sowieso de volgende webinar die over onze inhoud gaat, die wij ook zo leuk vinden om met jullie te delen, is dus de volgende laatste donderdag van de maand. En wellicht verrassen we nog met webinars die ertussen komen. Maar voor nu, ga genieten van de zon zo in de komende dagen. En wij zien jullie heel snel weer. Dankjewel voor het kijken en tot ziens. Tot ziens.